Waar besteden we aandacht aan in het programma Grondwater onder de Omgevingswet? Dat zijn een paar zaken die ik er even uitlicht. Dat is de implementatie van de kaderlicht en water in de Omgevingswet. En hoe de verplichte en onverplichte programma's werken. Wat is de nieuwe rol van de provincie, de gemeente en de waterschappen onder het Grondwaterbeheer en de Omgevingswet? En dan met name de regierol van de provincie lichten we er daarin uit. Want die moet zaken opnieuw neerzetten. Dat doen ze via de omgevingsverordeningen. We geven een inkijkje in de verschillen die de provincies hebben ten aanzien van die invulling van die regierol. En hoe de gemeentes daarmee omgaan. En last but not least, de casuïstiek. Heel belangrijk om waarin alles even terugkomt. En waarin je bepaalde specifieke situaties kunt oefenen. We zullen ook wat aandacht besteden nog aan trends die er zijn. Specifieke situaties zoals ZZS en PFAS. En hoe de Rijkers de rol weer naar zich toetrekt. Ik hoop jullie allemaal te zien. Tot ziens.